Vandaag in het rondje Flevoland naar Almere. En dan denk je natuurlijk, ze gaan het vast over de Floriade hebben. Nee, dat weet iedereen wel als het om toerisme gaat. Of over vis-à-vis, of over het strand. Daar gaan we wel kijken. Maar wist u dat we in Almere ook rondvaartboten hebben? We gaan Almere ook eens van het water bekijken. En ik verheug me heel erg op de toeristische hoogtepunten van Almere die we vandaag gaan bekijken. Op weg naar camping Waterhout, camping die verplaatst is vanwege de Floriade. Hier op fantastische plek ligt, heel mooi in het groen, met veel uitbreidingsmogelijkheden, met veel mogelijkheden om te recreëren. Ik denk dat dat echt een pareltje gaat worden. We zijn hier vlakbij de sluis bij de Leegwaterplas. Die is nog niet in gebruik, maar Maaike gaat hem dadelijk zo in bedrijf stellen. Net uitgestapt, een mooie vaartocht door Almere gehad. Almere watersport. Ik had dat niet op mijn netvlies staan. Watersport, waterrecreatie. Daar hebben we echt heel veel van gezien. Natuurlijk ook langs de Floriade gevaren. De Floriade waar het allemaal komende jaren gaat gebeuren. Ook een vaarverbinding van hier het Stadshart, Esplanade, naar het Floriadeterrein. Hier in het Stadshart is ook in Almere natuurlijk heel veel toeristisch te beleven. Stedenbouw, architectuur, maar ook het Veiligheidsmuseum met Pit. Maar ook dus weer, ook vanuit dit haventje, waterrecreatie. Ik vond dat wel een hele mooie verrassing. Om te leren dat ook Almere gaat voor de watersport, de waterrecreatie. En dat brengt eigenlijk wel een rode draad in Flevoland nog weer beter in zicht.